Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, we zijn weer op een plek waar we 2 weken geleden ook al waren, de Hortol, waar ik gewerkt heb, ons oude trein. En ik zag ineens, JMB Garden Supplies, het adres voor al uw handgemaakte tuinschermen. Dus volgens mij hebben ze het gewoon weer, is het gewoon weer in gebruik. Alleen is het nu voor tuinen. Ik zie allemaal spullen ook allemaal. Dus ja, we gaan maar eens even kijken. Ik weet het niet. Nee, het ziet er nog allemaal verlaten uit allemaal. Volgens mij is het op de plek, niet op de plek waar ik gewerkt heb, maar volgens mij is het op de plek waar vroeger de gemeente was. Het is voor mij niet op deze plek waar de Hortol was. Nee, het is hiervoor is het. Het is waar vroeger de gemeente zat. Het is dus tijdelijk een bedrijf voor tuinschermen hebben ze gedaan. Ja, op een gegeven moment, ja, als zo'n tijd leeg staat, dan moeten ze toch wat. Ze moeten toch de huur ervan halen. Want ja, het is eigendom van de gemeente allemaal. En zolang er niks in zit, draait de gemeente verlies. In ieder geval, ben ik weer even terug op de Hortol. Maar wij gaan eventjes de andere kant op. We waren vorige keer waren we die kant op geweest. En nu gaan we hierachter, wil ik even gaan kijken of dat daar nog wat wandelen is. Nee, dit is nog steeds allemaal leeg allemaal nog. Goh. Ja, een oude kantine. Een oude kleedruimtes. Maar het is nou weer in ieder geval. Één stuk is verhuurd. Dat van ons nog niet. Maar wel het stuk wat. Van de gemeente was. Dat is nu verhuurd aan een of ander bedrijf. Nou, weten we dat ook gelijk weer. In ieder geval gaan wij er even een stukje doorlopen. En vorige keer waren we dus hierheen gelopen. Hiero. Over dit fietspad waar we helemaal naar achteren gelopen. En nu wil ik eigenlijk even een klein stukje doorlopen. En dan wil ik dadelijk daar de bossen in. Hier heb je tennisvelden. Kijk, hier waren we verleden keer heen gelopen. Zo achter het oude bedrijf langs gelopen zo. En nu wil ik dus eventjes een andere kant weer natuurlijk gaan doen. Want ja, we gaan natuurlijk niet weer hetzelfde rondje lopen. Want dat wordt ook een beetje vervelen. Gaat ook een beetje vervelen. Maar als het goed is kan je dadelijk ook weer hier. Kan je dadelijk de bos in. En daar gaan we even naartoe. Gaan we even kijken. Dus. Er zijn natuurlijk heel veel bossen hebben hier ook. Maar dit is van het tennisvelden. Ik weet niet. Ik dacht dat je nog een paadje dadelijk had. Dat je zeg maar weer richting de. Dat je daar ook nog ergens een bos in kon gaan. Maar volgens mij is dat niet zo. Dat weet ik niet zeker. Maar ik denk, ik weet het niet. Dus we gaan even kijken. Zou wel leuk wezen. Vroeger kon je daar. Ja, wel, want heb ik nog vroeger met de fiets heb ik nog in het donker met mijn maten. Al een heleboel jaren geleden. Toen was ik nog een heel stuk jonger als nu. Daar heb je de Hortobrug. Nou, en daar heb je de Spijkenissenbrug waar we er net waren. Ja, die vlog hebben jullie gisteren gezien. Toen waren we natuurlijk weer op een. Kijken bij de bouw van de haven. Of de afbraak meer van de haven. Want ja, dat gaat dus weg. En moet dus plaats maken voor een nieuwe woonwijk. Die vlog hebben jullie hiervoor gezien. Dat was gisteren. Hebben jullie die vlog gezien. En vandaag gaan we dus nog even een wandelingetje maken. Het is zo mooi weer. Dat ik toch maar weer besloten heb om mijn tweede buitenvlog van vandaag op te nemen. En misschien doe ik dat morgen. En
En zondag en maandag ook misschien nog wel. Want het is echt prachtig. Weer is het. Echt heerlijk weer. Ja, en met dit weer heb ik toch echt geen zin om buiten te gaan zitten. Dan ga ik toch eventjes kijken of ik nog een mooi plekje weet om even weer een vlogje op te nemen. In ieder geval kijken we hier op de Hartelbrug. En ja, dinsdag ga ik weer beginnen. Dus dan is de feest van de vrijheid is weer voorbij. Daar heb ik zelf voor gekozen. Ik na 2 weken ben ik het eigenlijk wel een beetje zat weer. Ik ga het weer lekker aan de slag. Ik wil weer lekker gaan werken. Want ja, dat thuis zitten, daar word je ook niet vrolijk van. Dus gaan we toch maar weer werken. In ieder geval heb ik die 2 weken dat ik vrij ben geweest, in ieder geval zoveel mogelijk toch geprobeerd om het kanaal draaiende te houden met leuke vlogs, buitenvlogs. Natuurlijk op heel veel plekken geweest. In mijn 2 weken ja, verplichte quarantaine vrijheid. En ja, ook heel veel livestreams gedaan. Minecraft, GTA. Dus ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben deze 2 weken. Ik in ieder geval wel. Ik heb prima naar mijn zin gehad. We hebben heerlijk lekker gewandeld. We hebben leuke vlogs opgenomen. En volgens mij ben ik hier ook al een keer geweest. Of niet? Dat was vorig jaar zomer. Of dat weet ik eigenlijk niet zeker eigenlijk. Volgens mij wel. Nou, hier de Hartelbrug. En wij gaan dus hierheen. En dan gaan we nog even lekker even een wandelingetje maken. En dan ga ik zo weer terug naar huis. Vanavond ga ik misschien wel weer streamen. Ik heb eigenlijk wel zin. Het was gisteren zo ontzettend leuk. En als ik dan zo'n leuke avond gehad heb op GTA. Dan, dan is het wel nodig het eigenlijk wel weer uit om de andere dag ook wel weer te gaan om de andere dag ook weer lekker te gaan livestreamen. Ik moet trouwens nog een rectificatie maken. Ik zei in de vorige vlog, zei ik met Rob en met Nick, maar daar was ook Queenlust bij. Dus Queenlust, sorry dat ik je vergeten ben. Ja, we zijn ook weer volop geld aan het sparen natuurlijk, dat ik weer zo'n nieuw busje heb gekocht. En ik ga dan nog meer dingen sparen. Moet hem ook nog uitbreiden en zo. En verder uitbreiden, pimpen die auto's. Weet ik veel allemaal. En ik wil die Opel Corsa gaan halen. Op het moment dat ik dit opneem, heb ik hem nog niet. Ik denk dat als deze vlog online is, dat ik hem heb en dat hij al helemaal klaar is, denk ik. Maar in ieder geval, heerlijk jongens. Hartelpark. Heerlijk. Hier loop ik toch het liefst, hè? Zo lekker in de bossen. Daarom loop ik ook altijd graag in het Mollebos en zo. Vogelenzangbos. Mollebos. Dat zijn wel echt lekkere locaties. Hier ergens, ja, een stukje daar zo of zo, is ook de vlog opgenomen van de 666 vlog. Was ook wel leuk met Joost en Kevin. En mij en dan nog iemand, maar ja, diegene ben ik eigenlijk vergeten. Ik weet eigenlijk niet meer wie dat ook weer was. Ik ben dat persoon spontaan ineens ben ik dat persoon vergeten. Ik zou het ook niet meer weten. Wie is dat nou ook weer geweest? Ik weet het niet meer. Spontaan vergeten. Gewoon een spontaan Alzheimer. Helemaal vergeten. Ik weet niet meer wie het was. Nou, kijk eens. Heerlijk, eventjes. Weer. Heb ik al 2 wandelingen gedaan vandaag. Nou, dat vind ik het wel weer welletjes hoor. 2 wandelingen, dat vind ik wel. Ik vind een wandeling wel lekker. 2 kan nog.
hierna ga ik echt naar huis toe. En dan ga ik morgen gewoon weer 2 vlogs opnemen of zo. Ik kan mij het verrotten. Het is toch prachtig weer. Het is goede vrijdag vandaag trouwens. Was ik helemaal vergeten te zeggen voor mij in de vorige vlog. Weet ik niet meer precies zeker dat ik dat gezegd heb. Maar het is vandaag goede vrijdag. Nou, goed hè, op die vrijdag. Maar in ieder geval, ja. Maandag is de zaak ook nog dicht. Dus ik ga gewoon weer dinsdag ga ik weer beginnen met werken. Als het goed is, als ik dan hier rechtdoor loop, kom ik weer uit op de plek waar mijn auto staat. Maar dat weet ik niet zeker. Dan zien we nog wel eventjes. Kijk eens jongens. Goh. Ook trouwens, dit is ook wel een leuk gezicht dit om te zien. Kijk eens. Mooi hoor. Heerlijk bossie. Een bossie rode rozen. Ja, volgens mij was het hier ergens. Daar lag de brief, hè. Daar lag de brief. Het is heerlijk om hier te wandelen. Ik vind het toch heerlijk. Ik hoop zo snel dat de coronatijd weer voorbij is. Want ik wil ook nog echt nog eens een keertje... Wil ik in de buurt van de Veluwe wil ik een huisje gaan nemen in Gelderland. En dan wil ik in de buurt van de Veluwe wil ik een huisje nemen. En dan lekker de Veluwe ook nog een paar hele mooie vlogs opnemen van de mooie omgeving daar. Want de Veluwe is echt ook zo ontzettend prachtig. Zo'n ontzettend mooi gebied. Dus, ja. Volgens mij staat daar mijn auto. Ja, daar staat mijn auto. Nou, dat is dan niet echt een... het hoort meer met dit deze ruimte dan bij een andere ruimte. Dus het hoort niet echt bij hetzelfde ruimte eigenlijk. Ik dacht dat dat ook een apart park hier was. Of toch niet? Even kijken. Jawel, jawel, want daar staat het boerderij als het goed is. Ik zie daar ook achter een gebouw daar staan. Dus ik denk dat dat echt... Ja jongens. Brug zit daar zo. Maar waar is dan ook weer die plek? Waar dat... Dus denk ik daar zo, waar die mensen... Het zijn allemaal jonge gasten daar zo. Daar ga ik in ieder geval niet naartoe. Maar volgens mij is dat daar die plek waar we toen ook die vlog opgenomen hebben. Dat was toen de intro van Dynamite Inc. toen nog. Nou, dat is echt heel lang geleden. Dat was echt in de begintijd. Dat was echt... Dat is al denk ik al bijna 4 jaar geleden. Ja, morgen ga ik gewoon weer lekker een vlog opnemen, jongens. Heerlijk, lekker naar buiten wandelen. Ik vind het toch even lekker om nog even buiten te wezen. Ja, de dag binnen zitten is ook niks. Je moet er nu van genieten. Nu is het nog mooi weer. Volgens mij wordt het aankomende week wordt het slecht. Hè? Gaan de graden naar beneden en zo. Krijgen we weer regen waarschijnlijk weer. Dat zal altijd natuurlijk wel. Het is en blijft natuurlijk Nederland. Hè? Dus ja. Dan is het weer voorbij. Dus... Om toch even lekker een beetje de bossen in om lekker even te wandelen en lekker even te genieten van het mooie weer.
Kijk eens. Het is ook wel mooi hoor, dit. Kijk eens. Als je hier loopt. Kijk eens. Ja, ik ga de andere kant op, want anders moet ik weer helemaal teruglopen. Daar heb ik echt geen zin in. Dus gaan we even die kant op. Dan lopen we even gewoon even weer terug deze kant op. Een of andere. Het is hier wel mooi hoor. Oh, wat een omgeving. Ja, ik weet even echt niet meer de plek waar dat nou was, waar we toen dat intro op hebben genomen van Dynamite Inc. Dat was hier ook ergens, maar waar? Ik weet niet meer, voor mij was het helemaal aan de andere kant nog een beetje. En je ziet ook toch wel een hoop mensen nog hoor. Ondanks corona zijn er een heleboel mensen zijn er buiten. Gewoon aan het wandelen. En ja, zoiets van ja, het is allemaal leuk, allemaal leuk en aardig allemaal, maar ja, toch wel een beetje genieten van het mooie weer. Je hoort gewoon fietsbellen hoor je, mensen fietsen, mensen wandelen, mensen hardlopen, daar lopen de twee hardlopers. En ja. Het is gewoon ook lekker. Ja. Binnen zitten ben je op een gegeven moment ook zat. En dan moet ook wel eventjes lekker even kunnen wandelen. Nou. Hoppakee. Kijk eens jongens, wat een gebied zeg. Kijk eens, allemaal een gebied jongens, allemaal. Het begint ook wel helemaal groen te worden en alle bomen zijn al wel groen en zo. Hier ook hè, maar kijk die rode, dat is echt mooi. Dus, ja. Oh nee, nee, die is buiten het park volgens mij. Nee, binnen het park zijn ze wel. Die zit ergens op de hoek. Maar ik ben best wel moe. Hè? Twee vlogzakken er toch wel even in. Ik heb ook gewoon last van de zon, dat je kan haast niet zien. Het is gewoon helemaal door de zon kan ik niet op mijn scherm kijken bijna. Dat zo. Precies, het schijnende zonnetje schijnt erop. Ik wou eigenlijk nog even je stroom even naar die plek waar we Dynamite Inc. hebben opgenomen, maar. En dan moet ik dan wel een klein stukje verder lopen. Nog, ja, daar staat mijn auto. Ik zie mijn auto daar al tussen die bomen, zie ik mijn auto alweer staan. Ja, hier liggen allemaal takken allemaal.
een boetje. Ja, daar staat mijn auto. Daar staat mijn autootje. Nou, weer de uitgang. Toen kwamen wij hier ergens, kwamen wij uitgehold toen. Voor mij was het toen hier ook. Zijn we toen uitgehold. En zijn we die kant op gelopen terug naar de auto. Het was toen nog een hele donkere. Ja, een minuutje of de 1-2 s'nachts of zo was het. En toen die 666 opgenomen. Het is ook wel even leuk. Hier hebben we toen nog een keer kussens gehad. Toen stonden we hier ook. Ik weet niet vooral. Al die bosmeikussens of zo hadden we. We hebben hier op die bankje gezeten. We zaten nog op de oude locatie nog. Tja. Vreemd. Echt vreemd. Omdat we alweer... Ja. Oh, dan kom je hier weer uit. Ja, dat maakt niet zoveel uit. En dan die kant ook weer teruglopen. Uit op het fietspad. Dan moet ik een stukje naar links lopen en dan ben ik er weer uit. Dan kan ik weer naar de auto. Als ik het goed heb, heb je hier ook nog een uitgang of niet? Dan kijk eens jongens. Goh. Wat een locatie hè. Ja, we zaten echt goed hier, ho. Mooie groene omgeving zaten we. Dat is nu natuurlijk wel anders. Nu zitten we tegen een dijk aan en een grote weg. En hier zaten we echt volop tussen de bossen. Zaten we hier. Dat is toch wel heel anders als... ja, toch wel twee hele andere locaties dan waar je nu zit. Hele andere gebieden. De ene heel bosrijk en de andere aan de grote weg en een dijkie. Ja, het enige voordeel is op de nieuwe locatie, ja, dan ben ik binnen 5 minuten met de fiets. Dat is weer het enige voordeel eraan. Hier is het hele werkje volgescheten. Lekker hoor. Lekker in de jacquederie. Zo. Nou, dan lopen we weer terug. In ieder geval was dit weer even de vlog, jongens. Toch weer even twee hele leuke locaties weer even gefilmd. Ja, de ene was ik al een keer geweest. Maar we zijn nou eens een keertje een andere route gelopen. Dus ook wel weer leuk om een keer even een andere route te wandelen dan dat je normaal loopt. In ieder geval, ja. Dit was in ieder geval weer de vlog voor vandaag, jongens. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En ja, blijf geabonneerd. Er komen nog hele leuke video's aan. Als de coronacrisis tenminste voorbij is. Hoop ik zo snel mogelijk. Dan kunnen we in ieder geval weer lekker, kunnen we weer lekker vlogjes opnemen. En kunnen we weer lekker video's maken. Kunnen we tenminste weer lekker naar pretparken toe, want dat mis ik wel heel erg nou hoor.
ja, het is toch coronatijd. En met die corona kan je... Ja, het pretpark is ook altijd wel leuk om even te filmen. Kijk, daar staat de auto voor mij. Dus in ieder geval... ja, was dat hem, jongens. Ik zou zeggen, thanks for watching. Vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje in de lucht in. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, moet je zeker weten even abonneren op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog. En ik spreek jullie allemaal. Groeten hier ook vanuit Spijkenissen. Ja, Schiekamp is dit. Schiekamp, groetjes. En tot de volgende vlog. Bye.